Laat de muziek voor het leven. Vertel de verhalen door. Wie niet bang is voor mij, mag een wens doen. Wie ben jij? Wat ben jij? Wat doe je hier? Kom, belangrijk! Verhalen, geheim! Vuurvogel, ik, kom! Waar gaan we dan naartoe? Mensen wachten, jij, belangrijk! Verhalen, geheimen, vergeten, geheimen! Waarom kom je juist naar mij? Mens, vervulling, kom, nu! Nu, mensen, jij, nu. Zet me neer. Help. Oh nee. Het is zo hoog. Oh, ik heb hoogtevrees. Zachtjes. Luister eens. Waarnaar? Luister dan! Waarnaar? Hoor je het? Ja! Zachtjes! Anders storen we ze. Storen? Wie? Wie? De dieren natuurlijk! Ze dragen de jager naar zijn graf. Dat doen ze altijd als deze muziek klinkt. Een beetje eerbied graag. Hier is een begrafenis aan de gang. Kom. De jager is dood. Het is de omgekeerde wereld eigenlijk. Hier, kijk. De dieren zijn helemaal niet troevig. Ze doen hun best om een beetje treurig te doen. Maar eigenlijk zijn ze heel vrolijk, want de jager is dood. Dus nu hoeven ze niet meer bang te zijn om geschoten te worden. Kom. Gustav Mahler schreef deze muziek 125 jaar geleden nadat hij dit schilderij had gezien. De begrafenis. Waarop, zoals je ziet, een stoet dieren hun jager naar zijn begraafplaats draagt. Mahler vertelde altijd een verhaal met zijn muziek. Zijn melodieën zijn net als personages die telkens terugkeren en iets nieuws beleven. Grappig eigenlijk, als je erover nadenkt. Want in deze versie krijgt de tekst ook een hele andere betekenis. Normaal gesproken is het: Vader Jacob, slaapt gij nog? Om die slapende man te wekken natuurlijk. Maar in deze versie is het anders. Dieren die zeggen slaapt gij nog tegen een overleden vijand, betekent meer van yes, fijn dat je niet meer wakker wordt. Denk je ook niet? Probeer het anders maar eens voor je te zien.
Daar gaan ze. Die muziek sterft weg. De dode toch verdwijnt in het struikgewas. Kom verder. Oh, nee, wacht. Ik heb nog meer te vertellen. Hoe Mahler eerst dirigent was en pas veel later ging componeren. Of over zijn sobere leven en zijn ongelukkige liefde met Alma. Alma? Wie is Alma? Ja, Alma Mahler, zijn vrouw, die was ook componist. Maar hij verbood haar te componeren, want in die tijd hoorde een vrouw dat niet te doen. Althans, dat vond Mahler. Mee, meer verhalen. Help, zet me neer. Waar gaan we nu weer naartoe?